staan er gewoon achter dat we niet op relatievlak de ideale match zijn. Oké, twee megatassen. Iets is heus niet iets wat niet doordacht is. Dit ga ik dus niet nu lezen, want dan ga ik huilen. Kerst zit er niet zo. Nou, veel succes met je nieuwe avontuur. Zo moeilijk. Ja, je wil wel kinderen van hem, maar je gaat wel uit elkaar. Ja. Maar Roos was precies zo, behalve dat we geen Da Vinci hadden. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is al super laat. Nou ja, het is kwart over. Hoe laat is het? Het is al 5:50 en we zijn bijna thuis. We zijn best wel lang nog met Marieke en Klee gebleven. Super gezellig, heel leuk oud en nieuw gehad. En nu hebben we dus laatste weekje vakantie. Dus dan gaan we denk ik allemaal leuke dingen doen, maar dat weten we eigenlijk nog niet. Dat zien jullie deze week. Dus deze vlog van vandaag is niet zo lang. Hallo, wij hebben heerlijk lekker restjes van zaterdag gegaan. We hadden extra gekookt, zodat we nu niet hoeven te koken. En ook niet ongezond om ze te eten, want heel veel hoeft aan gezond eten. En de au pair heeft trouwens mijn haar gedaan, maar je ziet het nu niet. En we hebben de Masked Singer finale gekeken. Superleuk. Echt, I love it. En nu zijn we, nou ja, ik ben nu eventjes lekker Nederlandse duetliedjes aan het aanzetten op YouTube. En daar kan ik soms zo erg van genieten. Dat vind ik echt heerlijk. Ik heb echt van die momenten, ik denk één keer in de twee maanden of zo, dat ik dan helemaal erin opga. We hebben gisteren ook karaoke gedaan, daar heb ik helaas geen beelden van, maar... Dan nog even doorpakken met lekkere duetten luisteren. Heerly. Een van de eerste dingen die we natuurlijk in het nieuwe jaar moesten doen. Is een sushi lunch slash diner. Oh, lekker. We hebben hier zalm avocado. Die ziet er super goed uit. Tonijnrol. Ziek lekker. Een geflambeerde zalm. Heel veel zalm nigiri. En deze vind ik dus bij All You Can Eat nooit zo lekker. Dus, en dit is echt mijn favoriet sushi. Garnaal. Volgens mij nog een keer garnaal. Een soort dragon roll. Tonijn, komkommer, nog meer nigiris en sashimi. Dus echt mega luxe, mega lekker. Hoe maak je nu een... Het lijkt echt op het geertje. Ja. Dit is het geertje. Oh. Wow. Oh, wat was dat voor eens? Goedemorgen allemaal. Wij... is er echt niks gevonden. We hadden gewoon een chill dagje thuis. En nu zijn we op weg naar Hoorn. Want we gaan naar de musical Pietje Bel. Superleuk. En we zijn lekker op tijd. We zijn nog even bij Tankshop gestopt. Dus ik heb lekker een broodje zalm. En ik zit ondertussen hier eigenlijk met mijn laptop vlog te editen. Want die moet morgen online. Ik ben dat inpakken, maar alles is eigenlijk voor mij, zeg maar. Dus als ik dan alles zou inpakken, heeft alleen dit pakje over. Nou, heel graag. Nou, wij gaan gewoon. Alleen deze. We gaan gewoon helemaal in de bak. Nee, ik laat deze ook achter. Jullie kunnen nieuwe kopen, dat is wel heel leuk. Ja, we gaan gewoon samen hele mooie nieuwe kopen. Zal ik deze bij jullie laten? Ja, alles is van mij. Oh, kijk, het is een miskast. Dat is Sir Jan Smit. Alles is weg. Alles is weg. Kom maar. Willen jullie eens? Het was donder, Peppa. Nee hoor. Het was straks een donder. Nee hoor. Veel regen komt. Wel erg. Echt heel erg. Ja, dit past nooit in die doos, want het gaat sowieso kapot.
Oh jongens, ik weet dat ik echt bagger weinig vlog deze week, maar ik kan er even niks aan doen. We zijn de hele tijd met z'n drieën. En zoals jullie weten kan ik dan gewoon ook niet makkelijk veel filmen. Ik weet niet of ik nou scherp ben. Het is dan gewoon niet makkelijk om te filmen. Dat is wel weer een voordeel dat ik straks gewoon weer lekker kan filmen. Een voordeel. Nee. We zijn gewoon van onze laatste week aan het genieten. En ik kan gewoon niet... Ja, het gaat. Het is gewoon lastig. Dus ik doe het ook gewoon niet eens. Ik probeer het niet eens. Dus een beetje weinig content deze week. Dus ik dacht, ik pak nu even mijn camera. Hadi is net naar bed. We sliepen steeds gewoon samen. Maar ik kan gewoon steeds niet slapen. Dus ik dacht, ga jij maar vast lekker slapen. En ik ben eventjes... deze poes. Oh, oké. Okay. Ik ging net laten zien dat je schattig bent. Dat is heel schattig. Ik ben nog eventjes mijn vlog van morgen aan het klaarzetten. Waarin ik dus vertel dat we uit elkaar gaan en dat ik ga verhuizen. En net even met mijn bonusdochter lekker wat ingepakt. Ze heeft geholpen met dozen vouwen en erop schrijven. En hij heeft lekker gekookt. We hebben lekker een spelletje gespeeld. Een beetje tv gekeken. Een boekje gelezen. Een heel leuk boek, het vieze boek. Handboek voor viezerik hebben we nu uit. Dus dat is ook wel fijn dat die nog op tijd uit is. En ik heb bij Crispot besteld. Want je hebt daar nu zo'n spaaractie met wijnglazen. En ik wilde heel graag nog sparen. Maar omdat ik natuurlijk wegga en bij mijn ouders gewoon heb ik niet echt spullen nodig. Dus ik had spontaan een afscheidsborreltje georganiseerd aanstaande vrijdag. Voor nog wat familie van haar. Zo blijven we afscheidsborrels houden. Dus dan had ik nog een reden om wat bij Crispot te bestellen. En zondag ga ik dus naar mijn ouders. Eerst was het plan dat ik dus echt zondag daar ging wonen. Maar ik ga dus volgende week donderdag nog met Alwin filmen voor Babbelhap. Dus ik heb besloten dat ik zondag naar mijn ouders ga. En dan slaap ik daar zondag, maandag en dinsdag. En dan ga ik woensdag nog even naar Zoetermeer. Want dan kan ik nog even een avondje met A en mijn bonusdochter hier zijn. En dan alles klaarzetten voor het filmen donderdag. En dan ga ik donderdag na Babbelhap nog eten bij mijn schoonouders met haar. En daar nog een nachtje slapen. En vrijdag ga ik dan echt richting Weesp. En dan heb ik ook een nieuwjaarsborrel van mijn nieuwe werk. En dan blijf ik daar dus ook echt. En we hebben helemaal geen regels. Ik hoop echt dat ik scherp ben. Ik weet het niet. We hebben niks met elkaar afgesproken van wat wel en niet mag. Dus als we willen afspreken mag dat gewoon. En we zijn, wat ik al 100 keer heb gezegd, nog super goed met elkaar. En daarom, het is aan de ene kant heel moeilijk en aan de andere kant ook weer niet. Want we staan er gewoon achter dat we niet op relatievlak de ideale match zijn. Maar het is ook weer heel lastig omdat we het dus heel fijn hebben samen. Dus ik vind het heerlijk om hier te zijn. En ik zou hier gewoon kunnen blijven, maar het is gewoon niet ideaal. Ik bedoel, we zijn nu al 5 januari. Dus overmorgen is het al 4 maanden geleden dat ik het huis ging kopen. Dus moet je nagaan, zo lang wonen we al nog steeds samen. Dus... Maar ik weet gewoon eigenlijk wel zeker dat we bevriend blijven. En natuurlijk als je op een gegeven moment een van de twee een nieuwe relatie krijgt, dan is het moeilijker. Omdat je ook een drukker leven krijgt, maar we zullen daardoor nooit onze vriendschap opgeven. En daarbij zit er ook nog een bonusdochter natuurlijk bij. Dus, maar ook los daarvan zijn we samen ook heel goed met elkaar. Dus in die zin ben ik ook wel weer heel kalm. Maar ik lig ook wel weer wakker in de avond. Omdat ik denk van jeetje, wat zonde dat we dit dus weggooien. Maar het is wel de beste keus. Maar goed, we genieten gewoon nog even van elkaar deze laatste week. En... Ja, ik ga nog even mijn vlog afmaken. En dan ga ik denk ik boven met lekker Gossip Girl kijken. En daar zijn nog wat verhuisdozen. En ja, oké. Okay. Goedemorgen jongens. Kijk, moet ik zeggen wat het is of moet je in de comments raden wat het is? Oké, wij worden dus verrast met een broodje. En het is iemand. En jullie mogen in de comments raden wie dit is. Eigenlijk moest dit abrikoosjes jam zijn, maar die konden we niet vinden. Dus het is pindakaas, chocopasta en jam. Rood fruit jam. Dus wie het weet, die wint deze eierschil. Oké, wij hebben nog kerstbrood over. Maar het is echt super hard en oud. Dus ik dacht, ik ga er even wensstreepjes van maken van het Babbelhap recept met de oliebollen. Ik ben benieuwd, ik denk dat het wel lekker wordt. Kijk, zo ziet het eruit, jongens. Moment, er is zon. Poesie, kom. Er is zon. Kom. En miser, dus misschien komt er een regenboog. Oh, dit is lekker. Ik heb denk ik echt meer dan een maand geen echte zon gezien. Kijk dit is nou echt iets wat ik nooit eet, maar hoe lekker. Oh.
Wij zijn weer thuis. Het was zo lekker. Ik eet echt nooit patat. Ik heb er ook nooit zin in. Maar ineens na het sporten was ik er vet veel zin in. Niet heel gezond. Vanochtend ook al wenteld even. Maar oké, maakt niet uit. Ik had zo'n kleine kinderbram met mayonaise. Het was echt heerlijk. Maar het is grappig. Heel veel mensen houden heel erg van patat. Maar ik dus echt totaal niet. Soms ineens. Nou, mijn bonusdochter wilde door de Starbucks drive. En uiteindelijk hadden ze toch geen zin. Ze zeiden, oh, zullen we een patatje eten? Dat was wel lekker in de auto, een patatje gegeten. Dus ze zijn boven lekker aan het spelen. En Haan en ik gaan gewoon lekker hier een beetje chillen. Ik ga ondertussen een beetje verhuisdozen inruimen. Terwijl wel lekker een muziekje aanzetten. Misschien even een wijntje. Misschien ga ik even een toetje maken voor morgen vast. Die ik eigenlijk al eerder had willen maken voor babbel, maar dat ging niet door. Dus dat is misschien ook wel leuk. En gewoon lekker chillen en ondertussen een beetje inpakken. En dan is het inpakken eigenlijk ook hartstikke relaxed op die manier. Die crispdozen zijn dus super handig voor glaswerk. Want ze zijn best wel stevig, maar ook niet zo groot. Ik moet nog het glas, de theekoppen zeg maar, moet ik nog eigenlijk ergens in kwijt. Maar het durft eigenlijk niet in zo'n grote doosje. Misschien kan ik hier nog de theekop eruit halen. Dat vind ik dan wat minder kwetsbaar. Hier had ik nog een beetje van het spul van Coro. Dan doe ik denk ik, hier zitten allemaal cocktailglazen in. Super tricky. Dan kan ik hier misschien nog wat theekoppen bij doen. Zoveel zijn dat er ook weer niet. Wow. Deze uit New York met Hello Gorgeous heb ik echt al heel lang niet meer gezien. Oh ja! Deze heb ik echt nog nooit gebruikt sinds jullie hier wonen. Het is allemaal nog gewoon in mijn oude huis. Oké, jongens, ik heb niet echt tijd om een Lush shoplog op te nemen. Omdat er... Ja, ik ben niet alleen, dus dan is het een beetje lastiger. Dus ik dacht, ik doe het gewoon eventjes in de vlog. Want ik heb toch niet heel veel vlogmateriaal. Ik heb dus vorige week op derde kerstdag, zeg maar... Dat is een soort van traditie voor mij. Maar volgens mij heb ik het nu al 1 of 2 jaar niet gedaan. Maar normaal ga ik altijd op tweede kerstdag. Oh. Ja, ik kan nooit filmen. Het is precies waarom ik nooit kan filmen in dit huis. Oh, nu ga je daar zitten alsof ik tegen jou praat. Ik doe wel voor jou de shoplog, ja. Nee, maakt niet uit. Op tweede kerstdag ga ik meestal... Ik ging vroeger altijd op, met de trein naar Amsterdam Centraal. Op tweede kerstdag dan... Die sale in te slaan. Maar bij de mall in Leidschendam loopt de sale blijkbaar helemaal niet hard. Want ik was er een paar dagen daarna ook nog. Het was ook alles. Maar goed, ik was op derde kerstdag. En ik heb echt veel te veel gekocht. Oké, 2 megatassen. Eerst ging ik dus allemaal losse dingen uitzoeken. Allemaal losse ballen. En ik was met mijn bonusdochter. En we zaten zo een beetje te twijfelen. Eerst van, oké, ik neem niet zoveel. En toen nam ik steeds meer. En uiteindelijk ging zij al die losse dingen weer terugleggen. Want toen ging ik uiteindelijk toch voor giftdoos. Want ik dacht, het is ook handiger met de verhuizing. Dat ik dan het in een doos heb zitten. En dit is... Even kijken. Hier staat dus 50% off. Dit is a wish come true. Verspreid de sprankelende boodschap. Oh ja! Oké, dit... is een Snow Fairy giftbox. En Snow Fairy is eigenlijk mijn favoriete geur. Ik moet zeggen dat ik tegenwoordig iets minder ervan ben. Dat ik iets minder van de zoete luchtjes ben. Dus ik gebruik die spray ook iets minder. Maar ik hou er nog steeds van. En ik wilde zo graag al heel lang die kaars hebben. En die was op. En die zat wel in deze doos. Dus ik dacht, ik ga ervoor. Maar zij zei dat het de grote kaars is. Maar er staat 75 gram. Is dat de grote? We gaan het zien. Verspreid de sprankelende boodschap van ons favoriete kerstelfje met het ultieme Snow Fairy cadeau. Laat je betoveren door 12 suikerspinzoete magische goodies die je van top tot teen verwennen. De prijs weet ik niet, maar ik was in totaal 188 euro kwijt. En deze doos gaan we nu dus eventjes bekijken. Daar komt ie. Wee! Maar ik is pas een paar jaar geleden achter me gekomen. Dit is trouwens een nachtmerrie voor mijn vader. Maar pap, als je dit ziet, geen zorg. Je zult er geen last van hebben. Dit kan je dus allemaal in bad gooien. Dit lost gewoon op in water. Super chill. Leuk, hè? Je hebt een livestream nu. Woehoe. Dit is... Oh ja, en ik krijg natuurlijk dat hij de hele tijd niet scherp gaat stellen. Heel leuk. Dit is een Snow Fairy Bubble Bar. Misschien kan ik... Ha, kan ik dit gebruiken om mijn servies mee te beschermen? Heel veel, misschien wel. Deze heb ik volgens mij nog. Dit is zo'n... Nou, alles is van Snow Fairy. Zo'n die je door het bad zo kan doen. Ik ga denk ik al deze schuimpjes eruit halen en in deze tas bewaren. En daarmee straks weer mijn glazen inpakken. Hier heb ik een Snow Fairy handzeep. Dit is ook een badbom. Volgens mij een andere vorm. Deze had ik niet los daar zien liggen. Ik ben zo benieuwd naar de kaars. En deze... Oh ja, dit is top. Dit is de Foaming Body Scrub. Die wilde ik in ieder geval ook heel graag hebben. Sorry, ik zit even met mijn camera te klooien hoor.
Er zit wel een klein geurtje aan, waardoor hij iets minder naar snowfurry ruikt. Oh, nu gaat hij auto tracken op dit ding en nu gaat hij dit helemaal inzoomen. Ik weet niet wat er met mijn camera is. Wee. Nou, vast leuk voor het special effect. Ah, hij is nu aan het tracken. Nu zien mensen mij heel klein en ingezoomd. Daar ben ik weer. Take 745. Duimpje omhoog voor deze lusshoplog, jongens. Jullie zien dit en denk je, oh, het is maar gewoon een lusshoplog. Maar achter de schermen ben ik hier waarschijnlijk een uur aan het filmen. Ik gooi al deze dingen dus hierin. Het Snow Fairy Lip Masker. En die had ik nog nooit eerder. Ik had wel dus... Deze heb ik wel. Ik heb deze. Ik wist niet dat het een masker was. Deze heb ik al. Maar ik denk dat ik deze aan mijn bonusdochter ga geven. Want zij wilde heel graag ook wat dingen hieruit hebben. Het is wel heel lekker hoor. Het is heel dik. En heel mooi. Hij pakt het niet. Ik ga alles nu even ingezoomd laten zien, want dit werkt niet. Dan hebben jullie mooie shots zonder mijn hoofd. Oké, Snowfair Lip Mask. Hiervan kocht ik altijd die megaliter flessen. Dat heb ik nu dit keer niet gedaan, ook omdat het te zwaar wordt om te tillen. Maar dit is dan dus de 275 gram. Grappig dat ze het in grammen doen trouwens. Snowfair Douche Gel. En de Snowfair Bruisbal. Body Lotion, heel lekker. Ik vind eigenlijk die minietjes allemaal wel leuk. Dan zit je niet met van die, mega grote verpakkingen. Ik ben een beetje opgelicht, want die vrouw zei tegen mij dat die mega kaars erin zat. Even voor je beeld. Die mega kaars is letterlijk zo groot. Dus ik heb die kalender eigenlijk gekocht voor deze kaars. En het is dus een mini. Maar goed, wat er verder allemaal in zit is ook super leuk. Deze wil ik al heel lang een keer hebben, maar ik wil hem altijd in de sale en hij is er nooit. Dus nu heb ik er in ieder geval een kleintje van. Maar ik wil hem misschien niet aansteken omdat ik dat zonde vind. Het enige product waar dan wel een full size. Nou ja, natuurlijk ook die bommen en zo. Maar dit is wel een full size. Maar hier heb ik er dus nog twee van. Maar hiervan gaat er eentje naar mijn bonusdokter. En deze wil ik trouwens ook misschien in mijn nieuwe huis gewoon op de wc zetten of zo. Want hoe lekker is deze spray daar. Alleen ik wil ook wel niet deze geur associëren met wc geur. Dus nou ja, deze komt in ieder geval altijd van pas. En dat kan je vet lang bewaren. En als het goed is, dit de laatste. Dit is de shower jelly. Woehoe. Oeh, wow. Het is volgens mij een vormpje. Ja, oh, het is die engel. Kijk. Woehoe. Je gaat weer terug zijn bakje in. Oh, het ruikt. Ik ben niet mega fan van douche jellies per se. Maar op zich vind ik alles van Snowfair lekker. Dus lekker. Dat was het volgens mij. Dan ga ik nu alles in de tas gooien. Veel, hè? Oké, en door naar doos nummer 2. Ik hoop dat ik alles wat ik los heb gekocht straks ook weer... Oké, dit is ook een hele mooie doos. En dit is de Groovy Kind of Lush. En volgens mij zitten hier alleen maar bath bombs in. En ik ga natuurlijk naar mijn ouders. En ik mag geen badbommen gebruiken van mijn vader. Maar het mag wel, want hij gaat er niks van merken. Ik heb vroeger, toen ik net bij mijn ouders in huis... In een vorige huis was ik de eerste die daar in bad ging. En toen heb ik een zwarte bruisbal in bad gedaan van Lush. Ik raakte helemaal in paniek. Het hele bad was zwart. Dus toen heb ik het in alle paniek met een schuurspons schoongemaakt. Waardoor hun hele bad onder de krassen zat. En sindsdien is mijn vader bang dat ik hun hele huis vernieuw. Maar ik heb dus ook expres alleen maar lichtkleurige badbombs gekozen. En ik zal geen badbombs met glitter gebruiken. En ik zal ze in de berging bewaren. Zodat hij het niet ruikt. Dus dan kan ik daar hopelijk lekker in bad. Maar goed, dit is echt een super mooie. En ik denk dat ik hier ook het lintje eraf moet halen. Oké, dit zit erin. Deze ruikt echt zo lekker. Gelukkig stelt Ha zich tenminste niet aan met geuren. Ik ga gewoon even snel alle ballen laten zien die ik heb. Deze. Deze, en die wilde ik los ook al kopen. Deze. Ik ga nu de hele tijd deze zeggen. Dan zit er een soort van papiertje tussen. Als soort beschermingslaag. En dan komt er weer meer. Ja, ik ga al dat schuim er wel even uithalen. Zodat ik hem gewoon helemaal kan vullen. Ook met mijn oude bruisballen die ik nog heb. En zodat ik dit nu kan gebruiken voor mijn glazen. Dit is volgens mij de Avo Balm. Dit is ook echt een super mooie. Deze heeft volgens mij ook van binnen heel veel kleur. Ook word je zo gelukkig van. Deze ruikt heel schoon. Dit is volgens mij de Sex Balm. Die had ik ook in mijn mandje zitten. Dit zijn ook allemaal ballen die ik zeg maar zo uitkies. Al met roze en zo. En niet te veel met glitter. Dat vind ik fijn, want daar hou ik niet zo van. Deze gezegd, ik heb echt een hekel eigenlijk aan glitter. Ook als je uit je bad stapt en je zit onder glitter, verschrikkelijk. En deze zit er nog in. Echt de super leuke echt ballen die ik heel chill vind. Ga ik deze gewoon weer vullen met niet ballen en zo. Lekker bewaren voor in mijn nieuwe huis.
En dan nog, deze tas ziet er nu zo uit. En dan heb ik hier echt nog heel veel losse dingen die ik nu ga laten zien. Rainbow Fun, deze had ik voor mijn bonusdochter gekocht. En Snow Fairy Fun, dus dit is van dat kneedbare douchegel, superleuk. Eén van de twee is voor haar en de ander bewaar ik lekker zelf. Deze heb ik vorig jaar ook in de sale gekocht op het jaar daarvoor. Ik had er bijna twee gehad, omdat ik weet nog dat ik deze zo ontzettend fijn vond. Maar ik dacht, oké, je hoeft niet te overdrijven. Dit is een chocolade douchegel en ik hou niet van chocola, maar de geur vind ik wel heel lekker. En dit gaat heel erg schuimen en het ruikt echt heerlijk. Maar ook dit ga ik wel bewaren. Ik ga het allemaal niet meenemen naar mijn ouders. Zodat ik lekker, als ik mijn eigen huisje heb, allemaal lekkere spulletjes heb waar ik me op kan verheugen. Bij mijn ouders ga ik eerder denk ik gewoon oude meuk die op moet opmaken. Dan nog allemaal badbombs die dicht zitten. Maar ik zal ze voor jullie wel even openmaken. Dus like daarvoor. Dit is Bath Bomb Sweet Pudding. En ik weet echt niet meer welke dat is. Oh ja, dat is deze. Ik had geprobeerd om dus ervoor te zorgen dat ik nu geen dubbele bruisbal heb. Maar ik weet het niet zeker. Dus deze ga ik... Nou, misschien laat ik hem wel in het zakje. En dan doe ik hem in die doos. Dit is Pumpkin Crumble Bubble Rune. Dit is dus niet een bruisbal. Maar volgens mij een bubbelbar in de vorm van een bal. Waar je ook gewoon een stukje af moet breken. En tussenin zit een soort van crème iets. Ik weet niet precies. Maar hoe leuk van de Halloween lijn. Dit is een body scrub. Hij heet Scrubby. Schattig. Volgens mij zit het een soort kleine bar. Oh ja, heel schattig was deze. Kijk, dit is toch te cute. Ik denk dat je dit onder de douche moet gebruiken en altijd dan zo'n olieachtig laagje achterlaat. Heerlijk. Hier hoef ik dus geen bad voor te hebben. Dit is een bubbelbar. En die kan je trouwens eventueel ook wel onder de douche gebruiken. Dat je ze een beetje kruimelt, verkruimelt en dan heerlijke douche-ervaring hebt. Tadaa, dit is toch prachtig geweldig. Deze heet Bright Side. Hier word je toch blij van. Dit is een beetje sinaasappelgeurtje, echt. Love it. Hier doe je ook veel langer mee dan met een Bath Bomb. Dit is een van mijn favorieten, de Comforter Bubble Bar. Die paarse ruikt onwijs lekker. Heerlijk. Deze ruikt een beetje naar cassis. Echt mijn favoriete dingen. Dit is ook, weet je, het lusje is best wel duur, maar dit is zo groot. Hier doe je echt oprecht heel lang mee. Nog een Bath Bomb. Dit is de Lord of Misrule. Ik maak trouwens heel vaak op, als ik in bad ga, doe ik op Instagram zo'n filmpje met hoe de Bath Bomb er dan uitziet. Hier gaan echt mega mooie kleuren uitkomen, denk ik. Nog een Bubba Roon en dit is Lemon Crumble. Dit is volgens mij een citroentje. Net als die perzik. Ja, kijk nou hoe pretty. Oh, hier word je toch gelukkig van. Deze ruikt echt super fris en schoon. Heerlijk. Zoals je kan zien moet ik heel vaak in bad gaan. Dit is nog een bubbelbar, namelijk de Rainbow. Ik weet niet meer hoe deze eruit ziet, maar het klinkt heel mooi. Oeh, oh ja, deze. Kijk nou hoe prachtig. Dat is gewoon niet normaal. Zijn er mensen die hier niet blij van worden? Ik denk het wel, maar... Ik word hier heel gelukkig van. Mermaid Tail. Oh ja, dit is zo'n harde met bruis eraan volgens mij. Met een staart van... Die staart is volgens mij hard. Ja, een soort van... Oh, deze vind ik ook echt prachtig. Dit is dan zo'n bubbelbar. Dus net als die rondje, die comforter en zo. Die je af moet breken. En dit geeft volgens mij zo'n olieachtig laagje op je huid. Heerlijk. Ik kan echt niet wachten om dit allemaal te gebruiken. Ik word hier echt heel gelukkig van. Dit is dan nog mijn bon. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het was in totaal €188,25. En die pakketten kosten €38, vind ik echt niet veel. Die bruisballen dinges was €38. En die Snow Fairy dinges was €77,50. En de rest, ja, voor de rest zijn al die badbons echt nog maar €3 of €4. Dus ja, 50% korting. Vet chill, heel blij mee. En ik zal het laten zien, maar alles zit echt prachtig in de dozen. Kijk hoe mooi, kijk hoe chill. Dit, ik weet niet of deze misschien net niet was. Maar dit gaat wel lukken. En dan zoek ik er nog twee hierbij en dan deze doos. Helemaal leuk. En ik heb beneden ook nog wat oude badbombs, dus ik kan er ook nog wel bij. En dan gaat dit lekker de schuur in. Of ik laat het gewoon nog eventjes hier staan in het kantoor. Helemaal toppie. Dus like voor deze shoplog. Poesie, ging jij deze laatst bij ons in de nacht voor de deur leggen? Ja, dat was een beetje stout van Poesie. Blijkbaar was dus heel veel wat ik gisteren had gefilmd en vandaag allemaal in slow motion afgespeeld. Zo stond mijn vlogcamera, die andere heeft dus een knopje en als je daar per ongeluk op klikt, is alles slow motion. Dus het is dat ik mijn sportbeelden terugkeek en erachter kwam. Vet irritant. Dus kan ik allemaal niet gebruiken. Maar goed, ik wil even zeggen dat ik dus zowel op mijn vlog als op DM... niet normaal veel vragen krijgen over hoe ze heen gaat. Niet normaal.
krijg sowieso echt om de minuut een DM binnen met de meest lieve berichten. Op mijn vlog zijn ook een aantal wat irritantere berichten van mensen die gewoon niet begrijpen. Ja, je hebt natuurlijk mensen die gewoon heel lang in iets blijven zitten, ook als ze niet helemaal happy zijn. Die het gewoon voor lief nemen, denk ik, het is niet heel slecht als ik blijf en ik ben dus niet zo. Dus ook een aantal mensen die dat dan niet begrijpen. Of die denken dat als je zegt, ik mis iets, dat het gewoon is dat hij bijvoorbeeld zijn voeten niet weegt. En dat ik daarom uit elkaar ga, dat is het natuurlijk niet. Maar ik heb al gezegd, ik ga er niet uitgebreid op in, want dat is gewoon lekker tussen ons. Maar er is het denk ik ergens, maar iets is heus niet iets wat niet doordacht is. Hi Pushy. Maar waar Pushy heen gaat, ik heb zeg maar natuurlijk Bolly opgegeven voor deze relatie. Dus ik heb Bolly toen naar Volière gebracht, omdat dat gewoon niet fijn was in dit huis. Ik heb mijn katten bij Ruben achtergelaten, dus waarschijnlijk, ik wil haar dus heel graag meenemen. Maar de enige afweging was dat mijn huisje er best ook klein is. Het huisje zelf is groot genoeg, alleen het terrasje is echt super klein. Maar aan de andere kant, ze ligt in de zomer wel buiten. Maar ze speelt niet heel veel buiten. Ze ligt eigenlijk gewoon in het zonnetje. Dus het maakt voor haar niet heel veel uit. Dus het is gewoon nog even een afweging tussen ons van wat we doen. Want we hebben natuurlijk dit ras gekozen omdat haar allergisch is. Maar op zich was ik degene die ook graag een kat wilde. En mijn bonusdochter heeft niet heel veel met deze kat. Die hebben niet echt per se een match met elkaar. Dus ze heeft gewoon, Pushy heeft heel erg een match met mij eigenlijk. En met haar. Dus in die zin is Pushy bij ons allebei even graag. En is het gewoon even een afweging wat uiteindelijk kiezen. Maar ik ga natuurlijk eerst 3 maanden bij mijn ouders wonen en dan kan ze sowieso niet mee. Dus ga gewoon daarna even kijken hoe of wat. Ik hoop dat ze me überhaupt nog herkent na 3 maanden. De Pushy. Maar ik ben ook wel weer vaker thuis omdat ik meer thuis werk. En ik ga natuurlijk 2 dagen werken, maar dan ben ik alsnog daarna best wel veel thuis. Dus we denken nu dat ze met mij mee gaan, maar we weten het nog niet zeker. Maar bizar hoeveel vragen daarover komen. Ik denk dat het de meest gestelde vraag is, waar gaat Poes heen? Iedereen zegt ook Poes. Niemand weet natuurlijk dat ze Lina heet, omdat ik altijd Poesie zeg. Ja, je bent zo vollig. Ja. Ja. En dit is trouwens de laatste fles van onze fave wijn. Hierna is hij op. Lekker symbolisch. Ik had trouwens vorige week in de mall een shake gehaald. Een vegan eiwitshake met amandelmelk en acai erdoorheen. En toen wilde ik die heel graag ook bestellen. Maar ik wist niet welke het was. Maar ik had naar de verpakking gekeken. Dus ik heb gewoon gegoogeld tot ik hem zag. En dat is die van Vitamin Store. Dus ik heb hem nu ook. En ik ga hem even proberen. Want die van Orange Fit vind ik toch gewoon niet zo chill. En het is van pompoen. Het is gewoon zo'n normale. Even kijken. En er zit erwteneiwit, isolaat, pompoeneiwit, natuurlijke aroma's, verdikkingsmiddel, xanthagon, zoetstof van stevia. En dat is het. En wat ik er heel chill aan vond, is dat hij heel weinig smaak had. Hij smaakte niet nepzoet of zo. En dan had ik dus acai erdoorheen als extra topping, maar dat heb ik nu niet. Het is 5 uur, haast eventjes met de chickies Chicky naar huis brengen. En hij heeft voor mij een pakketje wegbrengen, heel lief. Die was zo groot om te tillen, dus hij doet het even voor me. En ja, we gaan straks eten, maar ik heb toch best trek. En ik ga nu even, nu ze weg zijn, lekker GTSD kijken. Eindelijk tijd voor. Oké, let's taste. Oh, hij is heel dik. Neem een beetje water erbij. Ja, ik weet het wel, maar ik vind hem gewoon wel lekker. Hij is wel dik en ik proef dat het van erwten is gemaakt. Maar normaal niet van stevia, maar deze vind ik het wel oké. Ik wou dat ik hem met amandelmelk lekkerder vond. En dan met iets van diepvriesvruchten of zo door. Maar ik ben heel benieuwd hoe het met water smaakt. Dat ga ik de volgende keer wel testen. Het is niet super lekker, maar ik was die andere shakes gewoon zat. En ja, hij smaakt ook wel poederig. Ik ben nu niet mega fan. Maar ik vind hem nu gewoon wat te dik. Dus hij is niet zo lekker als ik hem in de mal vond. Maar voor de afwisseling vind ik deze wel lekker. Ik ben benieuwd of iemand deze wel eens heeft geproefd. Ik vind dat heel moeilijk om het te reviewen. Nou, dan heb ik er water bij, beter. Ja. Op, ja, met dat water bij was het toch. Dus ik denk dat 1 schepje veel te veel is met 300 ml havermelk. Want havermelk wat dikker is. Dus dat, ja, met water ben ik ook wel benieuwd. Hij heeft gewoon een subtiele vanillesmaak. Hij is dus wel een beetje poederig qua smaak en een beetje erwtproefje er wel in. Ik vind hem lekker. Ik had hem best snel op.
En het vult lekker en heb ik lekker weer mijn eiwitten. Want ik neem veel te weinig eiwitten. En lekker plantaardig. Oké, jongens, ik heb serieus de eerste auto volgeladen met 7 grote verhuisdozen en 3 kleintjes. Volgens mij voelt hij al vol. Want ik dacht eerst van ja, we kan net zo goed alles in één keer gaan verhuizen in april met een busje. Maar je kan je kont anders gewoon niet keren beneden. Dus ik ga gewoon vast zondag met 2 auto's zoveel mogelijk spullen bij mijn ouders in de schuur zetten. Dus het is wel een extra handeling, want dan moet je dus eerst nu de doos in de auto zetten en daar weer uitladen. Eigenlijk voor niks, maar ik kan gewoon nu niet eens bij al die kasten om uit te ruimen als die dozen er allemaal staan. Dus ik doe gewoon alle spullen die naar mijn huis gaan, die dozen, een aantal daarvan alvast in de auto. En dan de spullen die naar mijn berging moeten laten, dan denk ik gewoon nog hier in het kantoor staan of zo. Oké, jongens, ik moest nog dus oefenen voor een recept wat ik voor papa over best wel lang wil gaan maken. En ik had de ingrediënten al gekocht, dus ik dacht, dit is het goede moment om het te testen, omdat er morgen natuurlijk mensen komen en die komen ook eten. En het is vet mooi geworden. Het is best wel een origineel recept. Sneak peek. Dus dit gaan jullie ooit terugzien in Bubble Hub. Goedemorgen, kleine wollige, schattige big. Hi. Ik ga even zalmsalade maken, Poesie. Ja, je bent zo lief. Je bent zo lief. Je bent zo mooi en lief. Ik ga je missen, Poesie. Poesie. Ik had dus per ongeluk te veel zalm besteld bij HelloFresh. Dus ik dacht, ik ga voor de borrel een zalmsalade maken. Een rode ui. Augurk. We hebben geen dille, we hebben geen peterselie. Citroen. Mayonaise. Mosterd. Yoghurt. Ik heb wel gedroogde dille trouwens van Babbel op met Lotte. Dus dat kan ook. Dille. Paprika poeder. Olé. Ik had dus per ongeluk extra besteld en was vergeten uit te zetten. Net zonde. Oké, de borrelplank is ready. Dit is dus die zalmsalade. Lekker kaasjes. Ja, hoe kan dat, hè? Het kan toch niet door één handeling, zou je zeggen? Oh, de schilderij op de achtergrond. Ik had overal rekening mee gehouden. Ook dat schilderij. Echt zo vaak. Ja, dat vergroten ze ook natuurlijk. Ja, dan moet ik het eruit knippen. En nu gaat hij scherp stellen op de kerstboom. Nou, dat komt niet, hè? Dan zie je mij niet. Die dus staat ineens daar. Ja, die heb ik verplaatst in een aanval dat ik gek werd dat het leven was. Ja, daar hoort natuurlijk wel een verhaaltje bij. Moet ik eerst lezen? Nee, maakt niet uit. Alleen, je zult het nu helemaal alleen niet doen. Oh, sowieso een naaldenset. Om mijn broeken te maken. Een kersenbommel? Ja? Oh, maar best wel hard. Beetje de zuivere koppel. Werk je een beetje door, Eddie? Ja. Ik moet vaker spontaan feestjes organiseren. Krijg je zeep, sowieso op vlekken eruit halen. Juist. Is het ossegal zeep of zo? Oh ja, ossegal. Is dat een hint? Savonna luidt op de hint. Nu kan ik niet meer heel makkelijk mijn kleren naar Loes brengen. Kijk. Leer de rand. Dan moet je eruit halen. Ga maar vast leren hoe je de vlek eruit moet halen. Nee, deze zeep is niet zo om jezelf te wassen. Ossegal zeep. Klinkt wel als een goor, hè? Ja, heel vies. Vooral in het Frans is het heel vies. In het Frans is het... Blokken. Ja. Savon à la bille de buff. Bille de buff? Oh, wat een cute. Kast. Of je gecastreerde schier. Echt? Ja. Mooi, hè? Is het bij niet dat feitje had ik nog niet gehoord. Dit ga ik dus niet nu lezen, want dan ga ik huilen. Loes, ik ga het niet nu lezen, want dan ga ik huilen. Dat zie ik al, want je hebt heel veel opgeschreven. Dus ik ga dit lekker later doen. Is goed. Misschien. Jij vindt leuk als ik ga huilen. Ik huil elke dag bij elke film. Zitten we iets te kijken, gebeurt er bijna niks, zeg ik, moeten jullie ook huilen? Nee. Wasmiddelreclame. Ja, gewoon echt bij de domste dingen. Lidl reclame had me bij. Ja, die had ik ook wel. Daar heb ik ook om gegaan. Jou ook. Bedankt allemaal. Oké, ik heb mijn toetje open te maken. Oh, je wil bij de snoep?
dinges. Gewoon altijd als ik wil vloggen lopen er mensen in die niet in de vlog mogen. Oh, sorry. Nee, maar dat is gewoon mijn leven hoor. Dat ligt niet aan jou. Daar het niet meer. Daar is het niet meer. Nee, heerlijk. Kan niet wachten tot ben je eindelijk thuis van, je, ben je eindelijk van ons af? Met oud en nieuw dacht ik, oh, leuke shot dat ik vuurwerk aan het kijken ben. Myla, Henny, Hil, Koen, laat maar. Sorry. Ja, ik heb jou ook wel. Het hele leven met al die mensen om je heen. Maar ik kon het allemaal niet gebruiken. Nee hoor, ik hou van jullie allemaal. Maar kan niet wachten tot ik thuis kan filmen zonder dat er iemand in beeld loopt. Heerlijk. Van ongestorven in de volgende. Ja, jeetje. Van deze meteen. Ga ik dit weer doen? Gisteren was ik ook een shoplog van Lush aan het opnemen. En weer opnieuw. En weer opnieuw. En weer opnieuw. Heet het? Net. Live. Oeh, la la. Oké, daar heb ik wel folie op gezet. Het ziet er nu iets minder mooi uit. Maar dit is dus. Een kersentiramisu. Dus dit komt ook een babbelhap als jullie dat zouden willen. En eentje is dus met alcohol en eentje zonder. Doordat ik er folie overheen heb gedaan is dit een beetje ingestort. Maar nog steeds very pretty. Voor de zwangeren en de kinderen. En voor de alcoholisten. Oké, hoe gaan we dit snijden? Hou jij er niet van als het geweekt is? Nee. Ja, en ik ben ook niet zelf. Ik ook niet hoor. Ik hou niet van heel veel soorten toetjes. Allemaal van chocolade, koekjes en dat soort dingen. Dat hebben we ook wel, als je wil. We hebben chocolade. Nee, hoeft niet. Nee. Ik zeg al bij de vet, ik ga zo thuis. Oh ja. Het blijft heel mooi steken. Ja, dat wel ja. Ik heb het nog eens gemaakt. Wauwie. Ja? Nee, het gaat heel netjes. Ik ben heel benieuwd. Eigenlijk moet je 50% kersensap mixen met 50% alcohol. Maar ik heb nu dus de ene heeft alleen maar alcohol en de andere alleen maar kersensap. Maar anders had ik niet genoeg kersensap voor de zwangere en het kind. Wil je een grote of een kleine voor? Kijk nou, Freddy. Ik ben heel benieuwd. Dus drie mensen met. Loes, Loek, doei. Doei. Nou, het is een fijn leven. Fijn leven. Fijn leven. Ik zie elkaar vast nog wel. Ik denk het ook. Maar dit is uit de afdeling. Oh, zijn je zelfs heet te filmen? Ja. Ik film mezelf graag. Nee joh, maak maar niet. Oké. We zien elkaar sowieso nog wel. Zeg jij? We zien elkaar sowieso nog wel. Maar toch vond het raar. Maar ik zei ook al, ik weet niet wat ik moet zeggen. Of niet. Ja, het is ook wel een beetje hard, want er natuurlijk, je zit nog veel op social media en zo. Ja, jullie kunnen mij nog volgen en ik jou een beetje, maar voor de rest... Anders zie je elkaar namelijk, ik zou zeggen, ik zou het werk, zei ik, ja, maar ik heb toch wel afscheidsborrel straks, ik ga nog even wat kwijt. En zei ze, dat is raar. Ik zeg, ja, ik zou het raar vinden als dat niet zo is, je ziet iemand toch helemaal niet binnen, nee. Dat is toch gek? Ja. Ja. En toen zei iedereen van ja, misschien eigenlijk ook wel. Ja, dat is echt zo. Ik bedoel, van heel kan ik niks online zien, weet je wel? Nee, dat zie je echt niet meer. Daar hoor je niks meer over. Nee. Ik zou af en toe stiekem een beetje heel zijn hand zo, als dat is goed gaat. Weet je, als je zo'n pantalon ziet, dat je weet, oh, dan zie je al die pantalon. Die billen. Ja. Oké, dit is een stukje met zonder open, dus met kerstsap. Het is alleen maar gewoon te drinken. Echt heel veel. Ja, dat is wel leuk. Dat is vet lekker. Dat is mijn zusje, dus ik deed toen... Ja. Ook dat niet zo. Zo far zo goed. Ja, ik is ook lekker. Zat u lekker? Oh ja. Ik vind voor mij... Natuurlijk echt kersensap. Ja. Ook is allebei heel lekker. Het hoort een mix te blijven. Dat is wel lekker. Ook stukjes kers. Die zie je niet, maar in het middelste laag zit een stukje kers. Dat is een kers. Ik denk ik. Ik vind het goed recept. Oh jee. Met de ene hapje misschien nog wel lekker. Ik ook nog iets zoeter, een beetje vanilleachtig. Weet je zeker dat deze zondag... Het was zo gezellig. Koen en die gaan nu net weg. Het is al best wel laat. En mijn keel is een beetje verrot. Dus dat is niet zo mooi. En ik had ook vet lief van Koen en Henny voor in mijn nieuwe huisje. Alvast een plantje. Die ik in de tussentijd even goed moet verzorgen. En een super mooi flesje wijn. Ik zei al, dit is echt een wijn die ik ook zou kopen. Een hele mooie, hele lichte rosé. Super pretty. En van Mark en Lisa nog heel lief. Dit. Lekker zen setje. En dat is van mijn schoonmoeder op de galzee met een kaartje. Maar die moet ik nog lezen, want ik had geen zin om te huilen. En Mijla is aan het huilen, want die moest wakker worden. En wij gaan nu lekker slapen. Dit is onze... Ene laatste nacht samen, lekker samen slapen. En volgende week nog twee keer. Maar... Ja. Het was super
leuk. Het was echt een succes. De borrelplank was helemaal op. We hadden twee pannen met eten helemaal op. Toetje was een groot succes. Super lekker. Heel blij nog met dit afscheidsborreltje. Ja, ik hou ervan om alles aan te grijpen om nog een klein feestje te vieren. Lekker intiem was het. Het was echt super gezellig. Yummy. Afscheidsbubble tea. We hebben net mijn bonenlokte naar huis gebracht. Ik zie er woensdag nog, maar toch. Ik zag echt dat ze een beetje eigenlijk er tranen in hield en me super veel kusjes gaf. Zo moeilijk. Het is tijd om de kerstboom af te tuigen en ook dus te verdelen welke spullen van wie zijn. Maar ik wou nog eventjes wat laten zien. Waar is die ene? Oh ja. Dat toen een intratuin shoplog gedaan. Maar we hadden dus ballen voor elkaar uitgezocht voor als we dan volgend jaar met kerst niet meer met elkaar zijn. Dat we dan een bal hebben met een herinnering. Dus deze had ik van Haag gekregen. En deze hebben we allemaal zeg maar gekocht. Dus twee. Dus eentje voor mij. Dat zijn wij dan met z'n drieën. En eentje voor hun. En deze heb ik voor Haag gekocht, want dit is Haag. Dat is een schattige hoofd. Maar ik baal dat ik die chocoladebeker niet dubbel heb gekocht. Echt alles wat ik nu dan heb gegeven wil ik eigenlijk ook houden. Omdat ik dan denk, nu heb ik hier ook een herinnering. Oh, jou, hier is jouw doos al. Deze had ik voor mijn bonusdochter uitgezocht. Dus dit zijn wij samen in een kopje chocolademelk. Maar ik wil deze eigenlijk ook hebben. Ik denk dat de intratuin hem nu niet meer heeft. Als aandenken. Ik heb even twee doosjes, schoenendozen gepakt. En dan ga ik daar denk ik die ballen netjes in doen. Oh ja, en deze had mijn bonusdochter voor mij uitgezocht. Die vond ze heel schattig. En omdat ik van skiën hou. Is toch te cute. Oké, dit is mijn stash. Deze zijn niet breekbaar, dus die doe ik even ergens anders in. Ik denk dat dit net dicht gaat, allebei. Hallo allemaal. Genoeg om over bij te praten. Ik ga nu bijna naar mijn ouders toe, maar gisteren. De bedoeling was dat wij gisteren een afscheidsetentje zouden doen. Hadi had 2 weken geleden een verrassingsrestaurant geregeld. En toen hadden we op het moment de dag zelf besloten van laten we het verplaatsen naar over 2 weken. Dan hebben we een afscheidsetentje. En we zouden vandaag om 12 uur naar mijn ouders gaan met 2 auto's. Zodat er allemaal spullen daarheen konden. En dan zouden we ook voor mijn bonusdochter, die wilde graag het vogeltje zien en zo. Wat trilt er? Oh, mijn serviezen hoor je trillen, sorry. Maar zouden we dus daar gaan afscheidslunchen. Kijk, ik ga volgende week wel. Ik kom over 3 dagen alweer terug. Voor 2 nachtjes, maar toch. Het voelt wel als afscheid. En zij is er dan, ja, voor haar is het natuurlijk sowieso goed om te doen. Maar, oh, hij is er al. Ik vertel zo verder. We gaan heel even naar de stad. Ik vertel eventjes nu zo iets minder goed beeld, maar goed. Ja, toen kregen we dus te horen dat mijn bonusdochter gisteren na schaatsen al naar huis moest. Dus dat is eigenlijk ja, precies 24 uur eerder dan de planning was. Dus toen hebben we echt heel last minute snel besloten van oké, let's go. Gaan we sushi lunch doen, want dat wilden we ook nog een keertje doen. En was dat zeg maar het afscheidsding. En toen moest ze ineens weg. Dus dat was, het was even vervelend. Maar goed, daar had ik nog een avondje met haar. Vond ik ook prima. En het was dus wel eventjes verdrietig toen we haar thuis brachten. Nog even kusjes, knuffels, wat ik gisteren even had gevlogd. Nou goed, dat filmde ik. En echt 5 minuten later werd ik ineens doodziek. Dat je denkt, het had echt zo moeten zijn. Want ik weet het, het lijkt bijna alsof toen zij weg was, ik helemaal eventjes instortte. Zij was de hele week aan het hoesten. En ik weet niet wat het is bij ons, maar ik krijg altijd haar ziektes. Dus mijn keel deed ook al pijn. Nou ja, prima. Keelpijn. Ik dacht, maakt niet zoveel uit. Maar ik werd dus echt dood en doodziek. Ik had het zo koud. Ik zei tegen haar, ik ben nog zieker dan mijn eerste keer corona. Ik kon niks meer, ik kon niet meer bewegen. Al mijn spieren gingen helemaal kapot. Ik kon het niet warm krijgen. Ik was zo intens ziek dat ik echt niks meer kon. En eigenlijk als ik ziek ben, doe ik altijd gewoon nog dingen. Dus toen ben ik naar bed gegaan om 8 uur. En om 7 uur ging ik naar bed. En toen kwam H ook nog eventjes bij me zitten. Toen hebben we best wel veel gepraat nog samen en heel veel gehuild. Ik krijg ook heel veel DM's op Instagram van ik kan me zo goed voorstellen dat het zo moeilijk is. Je verheugt je weer om iets nieuws te kunnen gaan opbouwen. Maar ook het verdriet van wat je achterlaat. Maar ook heel veel berichtjes van waarom als je zo van iemand houdt en zo gek op iemand bent, ga je weg. Maar ik kreeg bij Ruben precies vroeger die DM's. Exact dezelfde. En ja, eigenlijk zijn dat soort berichtjes ook een soort van uitlokken van dat ik meer ga vertellen. Maar ik heb gezegd, ik mis iets. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik dat het iets is dat hij bijvoorbeeld, weet ik veel. Dat doet hij niet, maar even als voorbeeld dat hij altijd schoenen op
de bank doet of zo, weet ik veel. Het is natuurlijk niet zoiets. Het is echt wel iets anders en het speelt gewoon al langer. En dat is het natuurlijk niet. Dat is gewoon, ik denk, er zijn ook heel veel mensen die het wel snappen zonder dat ik het zeg. Dus ja, we gaan natuurlijk niet voor iets uit elkaar, maar ik hou dat gewoon lekker tussen ons. Maar inderdaad, we zijn super goed met elkaar. En wij zitten nu zelf ook deze laatste dagen in een fase van, waarom gaan we ook alweer uit elkaar, weet je wel. Het is heel erg moeilijk. En zondag is altijd mijn favoriete dag. Ik verheug me altijd op de zondag. Ik geniet altijd met hem, hij met mij. Dus ja, en ook mensen die zeggen, het hoeft niet perfect te zijn. Maar de dingen die niet goed zitten, zijn gewoon te belangrijk om een goede relatie met elkaar op te bouwen. En ook mensen die zeggen, ja, je wil wel kinderen van hem, maar je gaat wel uit elkaar. Ja, ik wil ook nog steeds, als ik naar hem kijk, denk ik, ik had echt baby's met je willen maken. Maar daarvoor vind ik onze relatie dus gewoon niet goed genoeg om samen dat te doen. En heel veel mensen hadden het wel gedaan. Dus misschien ben ik kritischer dan anderen. Ja, dan is dat maar zo, weet je wel. Dus ja, wij weten allebei heel goed waarom we uit elkaar gaan. Maar we hebben ook heel veel momenten dat we denken, why? En dat het ook heel erg moeilijk is. Dus gisteren heel veel gehuild. En daarna ben ik dus in slaap gevallen van 8 tot 9. Toen werd ik weer wakker. Toen ben ik lekker met hem beneden nog een film gaan kijken. En toen gingen we rond een uurtje of 11 lekker samen slapen. En ik werd heel de nacht wakker. Helemaal bezweet. Doodziek. Echt doodziek. En ja, nu vanochtend ging het eigenlijk al een stuk beter. Nu voel ik me gewoon ziekig, maar niet doodziek. Dus vanavond op tijd naar bed. Maar ik heb ook zo'n slecht ritme, joh. Elke dag zo laat naar bed met babbelhap editen. En dan weer met oud en nieuw, met kerst, met afscheidsfeestje. Dus ik denk dat ik na een weekje bij mijn ouders ook alweer ben opgeknapt. Even een saaie, rustige week. Nou ja, aanstaande week dus niet nog, maar daarna misschien. Dus nou ja, we gaan nu nog even samen langs de stad. Waar is H? Geen idee, rijdt niet meer achter me. En ja, omdat we nog even iets samen wilden doen. En dan ga ik dus naar mijn ouders. En het is nu nog niet heel verdrietig, omdat ik dus ja, dinsdagavond misschien, maar waarschijnlijk woensdag al terugkom. Woensdag, donderdag. En vrijdagochtend ga ik weer weg. En dan ga ik dus echt weg. En we hebben gewoon afgesproken dat we elkaar gewoon mogen zien wanneer we dat willen en zo. Dus daar gaan we het niet moeilijk in maken. Dat is wel omdat het vorige keer zo verdrietig was. Toen zeiden we echt, we mogen elkaar niet zien. En ja, voor hetzelfde geld wordt het te moeilijk en te verwarrend als we elkaar blijven zien. En moeten we ook dat punt bereiken. Want ik heb ook de DM's gehad van mensen die zeiden, ik had hetzelfde als jij, maar het lukte echt niet om vrienden te blijven. Dus we hebben nu bijvoorbeeld sinds 1 januari besloten geen contact meer met elkaar te hebben. Ja, misschien gaat het bij ons uiteindelijk ook zo moeten lopen. Dat weet je niet. Maar laten we hopen van niet natuurlijk. Maar ja. Dus het erge verdriet zal waarschijnlijk volgende week komen. Want nu, hij zei ook, het voelt alsof je op vakantie gaat en straks gewoon weer terugkomt, weet je wel. Dus ja, we vinden het allebei heel moeilijk. Gisteren hebben we echt, het was wel goed wat we gisteren eventjes hadden met z'n tweeën. Even alle emotie eruit. Even teruggekeken. Ik heb ook echt in bed gezegd van, bedankt voor wie je bent en bedankt voor de afgelopen jaren. En ik had het voor geen goud willen missen. Ik had eigenlijk ook niet gewild dat ik bijvoorbeeld, ik had niet eens liever gewild dat ik nu al een gezin en kinderen had gehad met een ander. Als ik hem daardoor niet had leren kennen. Dat is heel raar. Eerst had ik heel erg die druk van, ik wil voor mijn 30ste dat allemaal rond hebben. En nu lag ik echt na te denken en toen dacht ik, ja. Nee, ik geloof wel dat dat goed komt en ik had hem echt voor geen goud willen missen. Dus het had gewoon zo moeten lopen. Ik heb door hem ook echt gezien en gevoeld hoe het is om een hele respectvolle relatie met iemand te hebben. Pas ik hierin? Dit wordt wel heel krap, denk ik. Het wordt wel heel krap. Ik weet niet waar hij is. Ik heb echt ervaren hoe het is om een relatie te hebben met iemand die gewoon heel respectvol is en nooit slecht voor je is en zo. En dat is wel heel het is allemaal veel te krap hoe deze mensen staan. Omdat ik nu ook niet achteruit kan kijken, ga ik niet hier staan. Ja, het is wel heel mooi. We zijn allebei naar elkaar toe heel respectvol. En ik heb hem heel erg geholpen in zijn leven met dingen. En ja, we zijn heel goed voor elkaar geweest. Dus dat is gewoon heel erg mooi. Dus ja, ik ga haar even zoeken. En dan gaan we nog even naar TK Maxx of zo. Ja. Uitstelgedrag. En dan ga ik naar mijn ouders rijden. Kijk nou, hoe schattig. Vogeltje. Super cute. Ik vind deze ook heel tof, maar dat is net als die ik laatst liet zien. 10 euro per stuk en er zijn er maar 2. Kijk hoe lekker. We kunnen toch gewoon een
Af en toe gewoon nog zo afspreken. Ja. En Fluffy heeft mist zelfs de vogel al. Ah. Die mist de vogel? Ha. Je kan hem de hele dag knuffelen. Dat is niet normaal. En weet je wat hij het lekkerst vindt? Zo hier. Ja, je bent zo lief. Weet je hoe vogels elkaar wassen? Deze vogel is niet normaal. Oh. Zoals vogels. Hey, lekker spelen. Helemaal massage. Maar het lekker, dat gaat hij helemaal zo heen en weer met dat dunne plekje van zijn nek. Deze vogel, ja, ik heb ook echt verheugd op deze vogel. Dit plekje, of vogels het ook bij elkaar zo knuffelen, dan gaat hij helemaal met zijn hoofd heen en weer. Niet normaal. Volgens mij verheugen mijn volgers er echt op dat ze jullie veel in de vlog gaan zien. Hmm. Vertel, wat heb je gemaakt, papa? Ik heb falafel gemaakt. Verste, lekker. Had je mijn aflevering van Babbel al gezien? Uit de airfryer. Lekker. En allerlei dingetjes erbij, verse groenten zelf gemaakt. Wow. Lekker zeg. Ik eet zo gezond sinds het nieuwe jaar. Dit is mijn lieveling. Weinig knoflook, omdat je natuurlijk... Morgen allemaal. Oh, knoflook boeit mij niet hoor. Maar bij mij ruik je het niet. Die ouders die meelopen naar binnen. Oh ja, ze gaan mij allemaal morgenochtend zien. Die gaan natuurlijk allemaal jouw handje geven. Helemaal vergeten dat je in groep 3 de ouders ziet. Nee, dat hoort helemaal niet dat ze meelopen. Maar dat gaan ze gewoon niet meer geven. Je bent zo schattig. Dat hoort officieel niet. Ga maar lekker orange eten, Tico. Is die uitgezoomd of ingezoomd? Uit. Oh, hey. Oh, je wil hem maar staan. Pootje. 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 Oh, je komt aan. Kom maar, klimmen. Naar de sinaasappel. Kom maar. Lekkere trui voor Kiko. Wat vind je haar ook leuk? Het zit allemaal in je haar te doen. Ja, je bent zo schattig, Kiko. Had Kiko over nog tafel gehangen? Nee, nog een bijtje. Kijk, dan heb je van kort... Ik heb zelf op mijn hand geklommen, hè? Dan heb je van kort op van 9 tot 10 rekenen. En veilig leren lezen doe je op maandag altijd een circuitje. Maar ja, dat weet ik wel. Dat... Maar ik weet niet of je... Zo'n circuitje weet ik niet. Dan verdeel je je eigen groep en om kort voor 3 ga je eigenlijk al een beetje de dag afsluiten. Om 3 uur worden de kinderen gehaald. Het klinkt helemaal bekend, behalve... Maar Roosje was precies zo, behalve dat we geen Da Vinci hadden. Het komt tussen 11:30 en 12:00. Oké. Okay. En ik zou hem van tevoren even bellen hoe laat hij is. Misschien is papa ook nog gewoon. Ik ga even mijn vlog afsluiten. Oké, jongens, ik ga de weekvlog hierbij afsluiten. Ik ben nu helemaal kapot, dus ik ga snel mijn bed in, zodat ik morgen hopelijk weer wat fitter voel. En nog even in bed wat op mijn laptop bekijken voor morgen. Mama heeft me dat even het rooster laten zien. Maar morgen starten we dus met z'n tweeën op. Dus ja, heel erg bedankt voor al jullie lieve berichtjes. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Vergeet niet te liken, reageren en op Insta te volgen. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei. Zeg maar doei. Doei. Al bijna als pyjama pak.